Het meest inspirerende is de samenwerking tussen technische artificial intelligence onderzoekers aan de ene kant en artsen aan de andere kant. In de gezondheidszorg verzamelen we ontzettend veel gegevens van patiënten, dus MRI-beelden in het veld van dementie noemen we cognitieve testen. En in die data kunnen computers, dus AI-modellen, kunnen subtiele patronen ontdekken die artsen misschien met het blote oog niet kunnen zien. Alleen het delen van data is gewoon ontzettend lastig door privacy-maatregelen. En daarom ga ik dat op een hele andere manier doen, namelijk met federatief leren. We delen de computeralgoritmen die leren van gegevens die op verschillende plekken staan. De gegevens van een patiënt die blijven gewoon in het ziekenhuis waar het is, om artsen op een zo goed mogelijke manier te kunnen informeren bij het maken van een diagnose.